Ik heb nog niets ontvangen van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Woorden van voorzitter Harinanden Umrouw van de Surinaamse Paddyboerenassociatie, SPBA. Dat zegt hij aan de hand van uitspraken van minister Prahlaat Sewdin voor aanvang van de RVM-vergadering gisteren, dat hij een aanklacht zou indienen tegen Umrouw. Volgens de LVV-bewindsman moet Umrouw met duidelijke data en informatie komen om aan te tonen wat er precies mis is met onze rijst. Dit kan zo niet, dat ieder kan zomaar iets in de ruimte brengen van dit gebeurt en dat gebeurt. Je brengt het land in gevaar. Je brengt de hele sector in gevaar. Ik bedoel, dit is een te serieus ding. En hij hoort het beter te weten omdat hij al 80 jaar voorzitter is van een eenmansorganisatie. En waarmee hij kabaal denkt te maken en ook invloed denkt uit te oefenen op ons beleid. Over het inhoudelijke, daar ga ik verder niet op ingaan. Want hij heeft heel wat onverantwoorde uitspraken gedaan. Maar er komt een aanklacht tegen. Plant hij zelf rijst? Hoe weet hij dat? Heeft hij testen uitgevoerd? Vragen die de minister stelde aan de media. Volgens de minister moet er aan de hand van onderzoek aangetoond worden of onze rijst kwalitatief is of niet. Er kunnen geen ongenuanceerde uitspraken gedaan worden als er geen onderzoek is gepleegd door een autoriteit. Umrouw geeft aan nooit gezegd te hebben dat we geen rijst meer van Suriname mogen eten. Wel moet er gelet worden op de kwaliteit en het gebruik van chemicaliën. Minister Sewdin, dat ik heb dat de kwaliteit is niet goed. Dat is niet alleen ik. Op 2 februari heeft de exporteur ook hetzelfde gezegd. Maar kijk, het gaat over de kwaliteit. U hebt hier verschillende variëteiten. U hebt 125, 130... en de Guyanese rassen en Maleisische rassen. En er is hier een monster genomen door het ministerie, door Adron, alles gemengd. Dat is niet goed, toch? Je gaat dat nooit zuiver kunnen halen. En er is monster genomen en het ras van Maleisië, die heeft te veel breuk. De uitspraken die zijn gedaan door Umrouw vindt de minister onverantwoordelijk. Het land en de sector worden onnodig in gevaar gebracht. Sewdin wenst niet inhoudelijk in te gaan op zaken die Umrouw in een interview heeft aangehaald. Elk partij dat wordt geëxporteerd, die gekeurd wordt. Dus ik heb begrepen dat de rijstexporteurs nu ook van zich zullen laten horen. En ik heb ze geadviseerd, haal dan de technische dienst erbij. Keuringsdienst en laat die ook aangeven, laat die ook vertellen van hoe die keuringen plaatsvinden, waarop rijst worden gekeurd. En die diensten staan onder begeleiding van die buitenlandse instanties die hun ook auditen jaarlijks. Dus die weten precies wat ze moeten doen. Maar deze uitspraken, echt waar, ik weet. Soms weet je ook niet waar je aan toe bent met deze gasten.